Kan jij dit? Moet je kijken. Het moet er zo uitzien dus. En zij kan het niet. En hij kan het wel. Nou, nu ben ik heel benieuwd of ik het ook kan. Oké, wat ze dus in die video doen is de pink naar beneden en de middelvinger ook. Dan gaat de ringvinger over de middelvinger en dan de wijsvinger naar beneden, dan de duim erop. En dan is het toch niet wat die video zegt. Lijkt dit erop? Dit lijkt er toch niet op? Dit is hem toch niet? Nee, dit is hem niet hoor. Oké, ze doet hem omhoog en dan gaat ze daar wrijven. En dan blijft hij zitten. Ja, nee. Dit zo werkt het echt natuurlijk. Maar ja, laten we het gewoon proberen en kijken of het werkt. Oké, dus jou dit omhoog en dan ga je hierboven wrijven. Oké, voor hoe lang, dat staat er niet. Dus we proberen het maar gewoon. A few moments later. Sorry, ik kijk in het scherm hierboven, maar dit werkt voor geen meter. Nou, oké, faal. Oh, mijn voorhoofd brandt nu. Ja, nee. Hier geloof ik geen zak van. Dit kan niet. Kijk dan ook even hoe nep hij doet. Ik heb deze twee vingers. En dan moet ik dus deze gaan schudden. En uiteindelijk wordt hij dan magnetisch of zo. Ze zeggen ook nooit bij hoe lang dit duurt, hè. Dus doe het maar gewoon even. Ik voel al wel een soort van gekke druk ontstaan in mijn vinger. Maar I don't know. We gaan het zien. Ik heb nu 30 seconden gedaan, dus laten testen. Oké, ik hou ze tegen elkaar. Oh, dat was gek. Dat was heel gek. Oh ja, dit ken ik. Deze ken ik, ja. Dit zie je altijd op TikTok. Ja, hier ben ik oprecht naar benieuwd hoe mijn ogen hierop reageren. Nou, let's go. We doen deze voor mijn oog. En dan gaan we ernaar kijken. En dan... Ik weet niet wat mijn oog deed, dus ik moet er terugkijken. Meh. Oké, ze doet een stukje op haar neus. En dan blijft hij gewoon zitten en gaat ze draaien. Hoe blijft dat zitten dan? Ik heb hier tandenstokers. Oeps. Oké, we doen deze dus op mijn neus. Ja, het blijft toch niet zitten? Hoezo blijft dat zitten bij haar? Hoe kan dat? Ja, lekker neus gaat de tv zo. Nou, weet je, ik geef het op. Dit wordt hem niet. Dit wordt hem niet. Ze trekt dan haar broekspre... Zo. Nou ja, die houdt ze dus vast, de broek. En dan gaan de armen omhoog. Oké. Oké, ik pak dus mijn broek vast en dan moet ik er aantrekken. En ze zeggen niet hoe lang dat moet. Nou ja, ik blijf maar even zo staan. Ik kan je zeggen, dit is niet heel chill zo staan, maar goed. Nou, ik vind het wel mooi geweest zo, dus we gaan kijken. 3, 2, 1. Oh, op zich? Het ging wel. Heel, heel vaag. Nou, ze is aan het denken hoor. Wat gaat ze doen? Oké, ze doet de arm tegen de muur en dan krabt ze. En dan is de arm ineens korter. Ja, tuurlijk. Echt, waarom doe ik dit ook? Maar ja, goed, hè? We gaan het gewoon proberen. Nou, dan stropen we even mijn arm of mijn mouw op. Zodat we extra goed kunnen krabben hier. We staan hier zo. Oké, dit is de afstand. Nou, dan doen we hem naar beneden. Dan gaan we krabben. En dan gaan we het nog een keer proberen. Dit is gewoon bullshit, dus hè?